Het is koud in de Vliert. Gevoelstemperatuur onder nul. Nou, ook veel ondershirts met lange mouwen. Bij de spelers te zien. Het zijn de nummers 13 en 9 op de ranglijst. Den Bosch en VVV. Den Bosch in vorm. Pakte sinds speelrond 10 de meeste punten in de keukenkampioendivisie. Samen met Almere en MVV. Staan er goed voor in de tweede periode. Maar staan dus wel nog steeds onder VVV. Met een volgende thuisoverwinning zou daar verandering in kunnen komen. Opstelling van Jack de Gier is op één plek gewijzigd. Van der Bogert is terug, miste de wedstrijd tegen Jong Ajax. Waarin hij vervangen werd door Van Grunsven. Die er nou net vandaag weer niet bij is vanwege een blessure. En opnieuw Nicolai Müller, hij werd al even genoemd, in de spits. Eindelijk zijn eerste doelpunten van het seizoen te pakken sinds maandag. Scoorde twee keer. VVV nog wat wisselvallig. Wel beter in uitduels dan in thuisduels. 3 punten meer dan Den Bosch. 22 om 19. Bij VVV geen wijzigingen in de basisopstelling. Dezelfde 11 als tegen Willem II. Op de bank ontbreekt alleen Sam Dirks. Die is ziek. Gepikt door Sedlacek. Is aardig gespeeld dit voor VVV. En de schietkans is er, het doelpunt is er. Daan Huisman. Van der Steen al heel snel gepasseerd door die goede aanval van VVV. Die onderbroken lijkt te worden. De bal niet echt lekker weggewerkt. Dan is dit heerlijk gecombineerd. Speelt Huisman zijn directe tegenstander de Groot uit. Dan schiet hij hem keurig binnen. Aardige voorzet. Müller stond al klaar. Iets te veel tijd nodig, Verbeek. Bal heroverd door Den Bosch. Verbeek. Van der Gouw. Eerste aanval van de thuisploeg. Krijgt hem weer terug van Aanach. Van der Bogert. Lekkere beweging van Aanach. Voorzet van richting veranderd. Daardoor is hij voor Kees de Boer. Braken. Uitstekend gedaan. Dekker. Heeft tijd, heeft ruimte. En kiest een bal door het midden die zo in de voeten bij Van der Bogert komt. Want deze aanval krijgt Den Bosch niet weg en is de kans er voor Braken. Van der Steen gekeerd. Knap gekeerd. De Bogert. VVV wil een vrije trap. Voor die overtreding op Johansson. Goede opening van Verbeek dit naar Konings. In één keer naar Müller. Die kan net niet bij de bal, maar Aanach wel met de schietkans. Gedrukt. Maar recht in de handen van Van der Gouw. Zima nog altijd geblesseerd bij VVV. Aanach. Goeie voorzet. Konings. Ook recht in de handen van Van der Gouw. Door Mulders. Dan het vervolg. Zijn voorzet richting de tweede paal. Daar is Hamouti. En is dat Hens of niet? Martens zegt van niet. Die inzet van Hamouti. Het zou kunnen dat hij tegen een arm aankomt. Maar dat Martens daar geen penalty voor geeft, begrijp ik wel. Dan ligt er elke keer veel ruimte voor VVV. Dekker. Johansson moet die bal eigenlijk naar Braken. Hij komt op de rug bij de Groot.
Kochlin, Huisman, Braken hebben allemaal wel wat lengte. Daar is Braken. Aardige kopbal. Nog doelpunt al voor Sven Braken. Daarmee komt hij steeds dichterbij zijn seizoenstotaal van vorig seizoen. Maakt hij er 11. Doelpunt te maken, Huisman. Heeft hem weer terug van Johansson. Huisman, Braken. Huisman. Prachtig gespeeld, maar buitenspel. Dus gaat het doelpunt van Kees de Boer niet door. Die gaat nog even verhaal halen bij de grensrechter. Het is echt een schitterende aanval. Ik vraag me af of dit buitenspel is. Want hier is de Boer sowieso achter de bal. Dus dan zou het buitenspel van Huisman moeten zijn geweest. Maar ik neig ernaar om te zeggen dat het geen buitenspel was. Ook omdat het gewoon zo'n mooie aanval was. Tegen de Boer aangeschoten. Braken wil hem hebben, maar gaat naar Johansson die bal. En Van der Steen. Verbeek nu. Dat is lekker gedaan. Ruimte gecreëerd voor zichzelf. En dan naar Konings. Müller mee. Amuti mee. Daar is Amuti. Maar die krijgt zijn voet niet tegen de bal. Dat hij misschien ook wel had verwacht dat Müller die bal zou koppen. Hier is VVV alweer met Huisman. Zetlacek heeft heel veel ruimte en kan gaan schieten. Zetlacek. Van der Steen. Dekker dan nog. En onrust achterin bij Den Bosch. Jansen. Allemaal gedaan. Johansson helemaal niet aangepakt. Johansson mag zo doorlopen. Johansson. En Van der Steen. Goed van Braken. De Boer. Hier loopt iedereen achteruit. En pakt niemand Kees de Boer aan. Braken. Heeft hem vrij. Richting de tweede paal. Goeie bal. En in het zijnet. En ook wel een verrassend balletje van Braken. Lastige hoek voor Huisman. Zo'n 4500 mensen vandaag in de Vliert. Als Konings er vandoor is. Konings. Goed verdedigd door Ketting. Iets te lang gewacht door Joey Konings. Uitstekend gedaan door Rick Ketting. Beek. Konings verlengt. Daar is Amuti. Klaargelegd. En hij lag met een knap schot. Goeie redding van Van der Gouw. In de loop gelegd. En echt mooi geschoten door Anas Hanag. Johansson kan zo doorlopen. Johansson. Het is niet voor het eerst dat Den Bosch dat laat gebeuren in deze wedstrijd. Zetlacek krijgt hem voor en daar kwam Braken ingevlogen. Die raakt hem niet. Huisman wel. Hij had gezien dat daar Hamouti en Verbeek allebei vrij stonden. Hamouti met de voorzet en daar de kans voor Konings. Moeilijke kopbal, maar de beste kans voor Den Bosch in deze wedstrijd. Zetlacek, de Boer. Klaarleggen voor Zetlacek en een lastige bal voor Van der Steen. Die hem wel tegenhoudt. Johansson en zowel Braken als Huisman niet. Kruis een half uur verwijderd van een uitoverwinning.
Regier nog een half uur met zijn ploeg om een zeldzame thuisnederlaag te voorkomen. Conor Verbeek bij de tweede paal, de kopbal van Maas. Ja, de doelmond weggehaald door Sven Braken. De bal leek toch over de achterlijn, had Den Bosch een nieuwe corner moeten hebben. Stan Maas met de kopbal. En Braken die voor VVV in verdedigend opzicht op de juiste plaats staat. Kochlin van der Steen. Het was uiteindelijk Kochlin die schoot. Braken. En een corner. Maar daar is Hamouti het niet mee eens. Klaassen met de hoekschop. Oh, daar is de Boer. Die krijgt hem uiteindelijk niet in. Blijft geblesseerd liggen. Er zijn er meer kansen geweest voor VVV op een tweede doelpunt dan voor Den Bosch op een eerste. Patoulidis in de muur. Matige vrije trap. Dan moet hij. Nog een keer Patoulidis. En die laat zich dan vallen. Nee, daar is niet zeggen niets aan de hand, maar vrijwel niets aan de hand. Een beetje gevoel had gehad dat Kruis ook Van Rooyen nog ingebracht. Dat hij bij VVV drie spelers met een V laten invallen. Hier is Simon Jansen en weer Van der Steen. Braken en binnen. En Braken heeft zijn 9e van het seizoen te pakken. En meermaals een bedankje voor Robert Klaassen. Niemand bij de eerste paal. En dan kan hij daar dus zo binnenvallen. Komt er nog een penalty? Nee, zegt Martens. Die dan maar gelijk affluit. Maar dit had toch gewoon nog een penalty moeten zijn voor Den Bosch. 100%. En pakt VVV weer eens 3 punten op vreemde bodem. Want dat het al meerdere knappe uitzegers boekte dit seizoen. Onder andere bij de Graafschap, bij NAC en bij ADO. Kan ook Den Bosch, de ploeg in vorm toch, voorafgaand aan deze wedstrijd, aan dat rijtje worden toegevoegd.